grootste konijn. Dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Oranje boven! Hey, hallo! Hoi! Op Koningsdag mag je speelgoed verkopen. Ja, en dat gaan Tjerk en ik dus doen. Kom, Tjerk! Oh, wacht! Speelgoed waar je zelf niet meer mee speelt. Ja, want misschien wil een ander kindje daar dan nog wel mee spelen. Precies, en daarom verkoop je die. Op een kleedje. Kom! Oranje boven, oranje boven. Leve de koning, hoezee! Oh ja, hoppakee! Oh. Maar hier speel ik echt nog heel veel mee met dit autootje. Oh ja, en dit is wel echt mijn lievelingspuzzel. Hoi! Bobo en ik hebben kaartjes gemaakt. 1 euro, 2 en 3. En die leggen we dan bij de spulletjes die we gaan verkopen. Oh, en dan kunnen we nieuw speelgoed kopen. Of taart. Oh. Yo, daar ben ik. Oh, Bobo, ga jij dat allemaal verkopen? Alles. Weet je waarom? Huh? Kom mee. Wow. Ja, nou, daarom. Dus, kijk, ik wil die skelter. Ja, wij willen die skelter. We kunnen hem kopen. Precies, als we genoeg spullen verkopen. Dus, Tjerk, aan de slag. Aan de slag. Hier. Zit jij het neer? Ja. Oh. Hier. Bobo, je garage? Maar daar speel je echt nog superveel mee. Hè? Zit nou neer. Je badminton rackets? Als ik een skelter heb, ga ik echt niet meer badmintonnen hoor. Hier, pak aan. Bobo, je kan je knuffels toch niet verkopen? Ja, dan kan je straks niet meer slapen. Oh, maar Tjerk, ik wil zo graag de skelter hebben. Jij toch ook? Ja. Nou, wat verkoop jij dan? Nou ja, dit. Is dat alles? Ja, maar Tjerk, als we die skelter willen, dan moeten we echt veel meer verkopen hoor. Dit is echt te weinig. Maar dat is echt te veel. Ja, hier, leg hem maar op het kleedje, Tjerk. Je hebt echt genoeg puzzels, toch? En nu kan een ander kindje die kan ermee spelen. Oké, nou, deze ook nog dan. Ja. Hoppa! Maar Bobo, alleen speelgoed waar je zelf niet meer mee speelt. Dus leg maar terug. Maar dan wel deze. Daar speel ik echt niet meer mee. Open maar. Ja. Zoveel spulletjes verkocht hebben. Het was even slik hoor, om de speelgoed te verkopen. Maar we hebben de skelter. Einde!
We hebben een skelter, we hebben een skelter. Leukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey, hallo allemaal. Hallo. Daar zijn we weer. Met Lekker Ontdekken met Bobo. En Tjerk. Natuurlijk niet te vergeten, mijn allerbeste vriend. Maar bijvoorbeeld, vertel eens, wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag iets doen dat allemaal draait om snelheid. Oh, vertel. Nou, we gaan racen, buiten. Ja, en niet op straat, nee, in de tuin. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, kom maar mee, dan laat ik het je gauw zien. Spannend! Nou, Tjerk, we zijn dus buiten, dus het is tijd voor onze race. Ja, maar Bobo, ik snap nou nog steeds niet. Met wat gaan we nou racen? Met dieren. Dieren? Ja. Wat voor dieren? Nou, geen tijgers of paarden of andere gevaarlijke dieren. Oh. Bobo, vertel nou, wat gaan we doen? Nou, we moeten twee beestjes hebben die ongeveer even snel zijn. En wat voor beestjes vind je nou in een tuin die ongeveer even snel zijn? Of even langzaam? Twee konijnen? Ja, we kunnen zelf natuurlijk ook wel even gaan racen. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel hele kleine beestjes. Wat dacht je van twee slakken? Een slakkenrace! Een slakkenrace! We gaan zo dus op zoek naar twee slakken. Maar eerst gaan we natuurlijk een parcoursje voor ze maken. Gaan jullie mee? Kijk, Tjerk. Dit is ons wedstrijdveld. Hier komt de start. Zo. En dan moeten de slakken racen tot aan de finish. En wie het eerst over de finish is, heeft gewonnen. Dus hier gaan onze slakken strijden. En dan nu op zoek naar de race-slakken. Ik heb er één. Tjerk, is jouw slak er helemaal klaar voor? Mijn slak is er helemaal klaar voor. Nou, mijn slak kan haast niet wachten. Oké, we zetten ze neer. Op 3, 2, 1, go! Ga maar, slakje. Hup, slak. Hup, kom op. Slak, hup, slak. Hup, slak. Hup, slak. Hup, slak. Hup, slak. Kom op, slak. Ja, hij gaat goed. Huh? Slak, kom op, slakje. Slak. Doe het nou. Huh? Daar gaat hij. Het gaat niet snel, maar hij komt er wel. Hij gaat niet snel, maar hij komt er wel. Oh, Bobo, die van jou gaat veel sneller. Ja, goed hè? Ik heb een echte race-slak. Huh? Kom op, slak. Oh, Bobo, ik snap er helemaal niks van. En misschien ligt die slak van jou gewoon te slapen. Kom op, slakje. Ga nou. Oh, hij gaat goed. Tjerk, die van jou doet helemaal niks. Nee, hoe kan dat nou, Bobo? Zo Bobo? Is er toch niks aan. Het moet wel een beetje competitie hebben, hoor. Daar gaat hij. Nog een klein stukje.
En mijn slakje heeft... Bijna. Ja, gewonnen! Woehoe! Oh, Bobo, ik snap er helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Is hij wel wakker? Slakje. Hallo? Tjerk! Oh, mijn slakje is helemaal leeg. Jouw slak is gewoon niet thuis. Oh, nee. Geen wonder dat hij niet kon lopen. Oh, zullen we dat even aan de kinderen laten zien? Oh, zie je? Er zit helemaal geen slakje in. Het is een leeg huisje. Dat is jammer, Tjerk. Zo. Dat was niet zo'n heel spannende race, hè, Tjerk, met zo'n leeg slakkenhuisje. Dus volgende keer zoeken we 2 levende slakken. Gaan jullie thuis ook zo'n leuke slakkenrace houden? Maar let wel op dat je slakje thuis is. Veel succes, tot de volgende keer. Doei! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Met Lekker Ontdekken, met Bobo en Tjerk. Vandaag hebben we iets bijzonders op het programma staan. Wat dan? We gaan buiten eten. Oh, wat een goed idee! Maar hoe gaan we dat doen? Nou, kijk, ik heb een zakdoekje met een appeltje en crackertjes erin. En dan gaan we lekker naar buiten en dan gaan we buiten picknicken. Ja, maar Bobo, er moet toch ook altijd zo'n stok aan? Hè? Oh ja, er moet nog een stok aan. Die moeten we dan even gaan zoeken. Waar wachten we nog op? Snel naar buiten! Zo, we zijn lekker buiten. En we hebben een mooie stok gevonden. Daar hangen onze snacks aan. Ja. En nu heel snel op zoek naar een goede plek om te picknicken. Want Bobo, ik ben best wel een beetje honger. Nou, anders ik wel. Door. Mag dat wel, denk je? Weet je wat? Ik ga wel voorop. Eén, twee. Hoppatee. Weet je zeker dat het oké is, Bobo? Tuurlijk. Ik loop hier wel vaker. Zo. Dit ziet er wel uit als een mooie plek om te gaan picknicken. Bobo, laten we gaan zitten. Lekker. Ik heb echt al een beetje honger, Bobo. Ja, ik ook. Dat hebben we allemaal meegenomen. Eens even kijken. We hebben een lekker appeltje. Oh, lekker. En een lekker crackertje. Lekker crackertje. Even kijken hoe mooi het hier is, hè. Moet je kijken. Zo. Oh, Tjerk. Ja? Zie jij wat ik zie? Ik zie je. Koeien. Ja. En paarden. En weet je ook wat ik niet zie? Nee. Ik zie geen hek. Oh, Bobo, daarom mochten we natuurlijk niet door dat hek. Oh, laten we opstaan. Heel zachtjes teruggaan. Heel voorzichtig. Oké, ik ben er vandoor. Doei! Tjerk, rustig. Tjerk, niet zo snel. Niet rennen. Wacht op mij. Oh jee. Zal maar niet achter ons aankomen. Zo. Nu
Hierin zitten we veilig. Ja. Maar wel bijna tussen de koeien. Veilig met het hek ertussen. Gaan jullie ook op zoek naar een leuk plekje waar jullie kunnen picknicken? Nou, er is overal wel een leuk parkje of een veldje waar je lekker kunt gaan zitten om wat lekkers te eten. Maar ho, pas op voor de dieren. Ja, dus niet door een hek heen lopen. Wij hebben ons lesje wel geleerd. Veel plezier! Doei! Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hallo allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar Lekker Ontdekken met Bobo en Jeff. Ja. Jullie vragen jullie natuurlijk af wat we allemaal hebben meegenomen. Nou, laten we dat even vertellen, Bobo. Ja, ik heb hier een keukenrol, een heel dik boek en een blaadje om een kunstwerkje op te maken. Ja, wij gaan namelijk een heel mooi natuurkunstwerk maken. Kunst uit de natuur. Ja. En wat hebben we daarvoor nodig, behalve dit? Nou, heel veel mooie blaadjes en bloemetjes. Precies. Wij gaan naar buiten, dan gaan we op zoek naar mooie bloemetjes en blaadjes. Als we die gevonden hebben, dan leggen we die tussen dit dikke boek. Dan duurt het een tijdje, een week of twee weken. En als je dan gaat kijken, wat is er dan met die blaadjes en die bloemetjes gebeurd? Nou, die zijn dan helemaal mooi opgedroogd. En als ze opgedroogd zijn, kun je daar een heel mooi knutselwerkje van maken. Daar zal mama vast heel erg blij mee zijn. Zeker weten. Gaan jullie mee naar buiten? We zijn hier op de perfecte plek om dingen te verzamelen voor ons kunstwerk. Ja, ons kunstwerk uit de natuur. Dus gauw zoeken, Tjerk. Dit is een mooie plek om al onze spulletjes te verzamelen. Dat zijn er wel genoeg. Nu snel terug naar huis. En dan is het tijd om de blaadjes en bloemetjes te laten drogen. Je legt een stukje keukenpapier in het boek. Daarop leg je het bloemetje of blaadje. En dan weer een velletje keukenpapier. Deze leg je tussen de bladeren van het grote, dikke boek. En dan pak je weer een stukje keukenpapier en leg je deze in het boek. Daarop weer het bloemetje of het blaadje en dan weer een velletje van het keukenpapier. En zo ga je net zo lang door tot al je bloemetjes en blaadjes in het boek liggen. En dan is het tijd om te wachten. Als de blaadjes droog zijn, kan je beginnen aan je mooie kunstwerk. Tada! Ons kunstwerk is helemaal klaar. Gaan jullie ook lekker knutselen met dingen uit de natuur? Veel plezier! Doei! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid.
snuit. Welkom bij Lekker Ontdekken met Bobo en Chad. We zijn vandaag vrij, dus we gaan wat leuks doen. Ja, we gaan lekker naar buiten. Buiten? Wat gaan we dan doen buiten? Nou, wij gaan bloemetjes plukken. Bloemetjes plukken? Maar dat is super saai. Nee, we gaan er natuurlijk wel iets heel moois van maken. Oeh, maar dan ben ik benieuwd. Waar wachten we nog op? Snel naar buiten! Zo, we zijn hier dus bij het weiland. Ja, en hier gaan we bloemen plukken. Ja, want we willen namelijk voor mama een mooi bosje bloemen meenemen. Ja, maar dat gaan we niet zomaar doen. Nee, we maken er een wedstrijd van. Wie de mooiste bos bloemen plukt. Dus, Tjerk, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. En jij, hè? Ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dus, we tellen af. 3, 2, 1, plukken! Van de hele wereld. Ik weet zeker dat mama daar super blij mee gaat zijn. Dat denk ik ook. Gaan jullie ook zo'n mooie bos zoeken voor jullie papa of mama? Ja? Dat zullen ze vast heel erg leuk vinden. Heel veel succes! Doei! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hallo, daar zijn we weer met Lekker Ontdekken met Bobo en Jack. Ja, vertel eens. Jij hebt iets leuks bedacht voor vandaag. Ik heb een superleuk spelletje bedacht. Ja, laten we het maar gewoon gaan spelen. Ja. Ik zie wat jij niet ziet. En het ruimt op gat. Plat. Vat. Mat. Plat. Ja, inderdaad. Hey, supergoed, Bobo. Ja, was dat het? Nee, dat gaan we natuurlijk niet hier doen. Nee. We gaan lekker naar buiten. Oh. We gaan op tuinsafari met rijwoorden. Dat is een goed idee, Jack. Ik kan niet wachten. Ga niet mee. Ziezo, we zijn weer lekker buiten. Tijd voor ons spelletje.
Ja, we gaan namelijk dus op rijmsafari. Op rijmsafari in de natuur. Het gaat als volgt, Tjerk. Ja. Ik zeg bijvoorbeeld, ik zie wat jij niet ziet en het rijmt op plas. Oh wacht, die is makkelijk. Gras. Precies. Nou, en zo kunnen we om de beurt iets verzinnen en dan mogen we om de beurt raden. Raden jullie mee? Tjerk, let op. Ik zie wat jij niet ziet. En het rijmt op weg. Zoek hem maar. Eens even kijken. Zie je wat? Ja, kijk daar. Een hek. Ha, heel goed, Tjerk. Dat was het. 1 punt voor jou. Hek rijmt op weg. Nu mag jij er een verzinnen. Oké, Bobo. En nu ben ik aan de beurt. Eens even denken. Ik zie wat jij niet ziet. En het rijmt op slak. Even denken. Ik zie het al, Tjerk. Daar, aan de boom. Een tak. Heel goed, Bobo. Rijmt op slak. Oké, okay. Ik zie wat jij niet ziet en het rijmt op doos. Doos? Ja, op doos. Oh, het is moeilijk, Bobo. Even kijken. Deze is moeilijk, Bobo. Ja, warmer, warmer, warmer. Naar beneden, naar beneden. Kijk naar links. Ik zie het. Roos. Precies. Roos rijmt op doos. En dat is een mooie, hè? Roze, roze. Oké, Bobo, ik weet er nog één. Ik zie wat jij niet ziet en het ruimt op veer. Veer, een beer! Bobo, die zit hier toch helemaal niet? Nee. Kijk nog eens goed. Deze is moeilijk. Dat was een leuk spelletje, hè, Bobo? Superleuk! Safari rijmen in de tuin. Ja, dat kunnen jullie thuis dus ook gewoon doen. Ja hoor, met je vader of moeder, of broertje of zusje, vriendje, vriendinnetje. Maakt niet uit, dus heel veel rijmplezier. Doei! Doei! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Sneuvel sluit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hallo allemaal, we gaan vandaag weer lekker ontdekken met Bobo en Jack. Ja, en vandaag heb ik een superleuk idee. Het is natuurlijk vakantie en iedereen wil lekker weg. Ja, naar de camping of een hotelletje of zo. Ja, inderdaad. En dieren willen natuurlijk ook naar een hotel. Huh? Dieren in een hotel? Ja, we nemen de hond wel eens mee naar het hotel, maar dat is het dan hoor. Ja, nee, maar ik heb dus echt een superleuk idee, Bobo. Ga je met me mee? Huh? Maar wat ga je daarmee doen dan? Dat zie je zo wel. Kom, snel naar buiten. Spannend. Bobo, daar zijn we dan, met ons hotel. Hè? Huh? Is dat het hotel? Dat is toch veel te klein? Daar passen helemaal geen dieren in. Nee, Bobo, maar we gaan er ook hele kleine dieren in zetten. Hele kleine poesjes? Nee, Bobo, insecten. Dit wordt een insectenhotel. Oh, cool. Ja. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, we gaan nu op zoek naar allemaal takjes en blaadjes en bloemetjes. En die kunnen dan in het hotel. Super cool. Laten we gauw op zoek gaan. Hey
Wat een mooie spulletjes hebben we verzameld. Ja, kijk maar eens. Allemaal voor de dieren in ons hotel. Maar het is wel een beetje saai zo. Nee, we moeten hem natuurlijk wel nog helemaal gaan bouwen. Oh, laat jij maar eens even zien hoe dat moet. Onze eerste gast al. Zullen we eens even kijken of we nog wat meer gasten kunnen vinden? Goed idee, Bobo. Kijk eens, Tjerk. Op deze boomschors zitten allemaal pissebedden. Als we die nou gewoon bij het hotel neerzetten, dan kunnen ze zelf kiezen wat ze leuker vinden. De boomschors of ons hotel. Ik ben benieuwd. Goed idee van jou, Tjerk. Zo'n hotel. Kijk, kijk. Ze lopen allemaal naar binnen. Supergezellig. En meneertje Slak? Die kijkt tevreden toe. Kijk, slakkenkak. De Tjerk, kijk. De slak is ook naar binnen gegaan. Daar gaat hij. Veel plezier in ons hotel! Ha. Maken jullie thuis ook zo'n mooi hotel? Tot de volgende keer! Doei! Check and crumble steeds zijn bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey Snuffel snuit. Wat leuk dat je weer kijkt naar een Bobo verveel je niet tip. Vandaag gaan we een buitenparcours maken van stoepkrijt. Nou, dan gaan we naar buiten en dan gaan we met stoepkrijt allemaal dingen op de straat tekenen of op de stoep die je dan moet doen. Bijvoorbeeld een lijntje volgen, rondjes draaien. En om dat allemaal duidelijk te maken, heb ik allemaal figuurtjes bedacht. Bijvoorbeeld als we dit gaan tekenen met stoepkrijt, dan betekent dat dat je er overheen moet gaan lopen. Dan moet je het lijntje volgen. Zie je deze bolletjes staan? Met zo'n stippellijntje eromheen, dan betekent het dat je moet slalommen. Om de bolletjes heen lopen dus. Als je deze ziet staan, met twee voetjes en twee handjes, zo, en een kikkertje erbij, dan moet je als een kikkertje van het ene blokje naar het andere puntje springen, zo. Van dit rondje naar die, maar wel als een kikker, hè? Op handen en voeten. Zie je deze? Dit zijn voetjes met pijltjes erin. Je begint zo en dan moet je weer helemaal omgedraaid springen de andere kant op. Iedere keer een andere richting op. Als je deze ziet, dan moet je rondjes draaien om jezelf. Maar niet duizelig worden, hè? Hier heb ik een rondje met een letter erin. De letter O van links. Daar moet je dan met je linkervoet op springen. En dan hebben we natuurlijk ook een rondje voor je andere voet. Met een R van rechts. Je rechtervoet. Daar moet je dus met je rechtervoet op springen. En dan heb ik er nog eentje bedacht. Springen als een konijn. Met twee voeten van het ene blokje naar het andere blokje. Zo, nu heb ik alle figuurtjes uitgelegd. Dus is het tijd om buiten een mooi parcoursje te bouwen. En hem te gaan doen natuurlijk. Gaan jullie mee naar buiten? Tijd om het parcours te tekenen.
Tada! Dan is het nu tijd om het parcours te gaan doen. En we beginnen hier. Zo, nu jullie. Nu weten jullie dus hoe zo'n buitenparcours eruit ziet. Dus nu is het jullie beurt om zelf zo'n mooi parcoursje te gaan bouwen. Je kunt het de stoepkruid pakken en al deze figuurtjes gebruiken om zelf een mooie baan te verzinnen. En je mag iedere volgorde gebruiken die je maar wil. En misschien verzinnen jullie er wel nog wat nieuwe bewegingen bij. Ik ben reuze benieuwd. Heel veel plezier met jullie buitenparcoursje. Tot de volgende keer. Geef ons een dikke like. Doei! Zo, dat was echt super snel, zeg. Ja, echt super, super snel. Een record! Hoi! Hallo. Wij verbreken vandaag alle records. Ja, wij doen alles op ons allersnelst. Ja. Of ons allerhoogst een toren bouwen. Of ons allermeest kleurtjes in een kleurplaat. Of een kralen rijgen. En het allerverst gooien, springen. Ja, dat was echt fantastisch. Maar nu gaan wij naar de speeltuin. Ja, want dat hebben we afgesproken, hè, Bobo? Ja, ik heb allemaal lekker eten en drinken, wortels, koeken. Oh, en die gaan we lekker oppeuzelen in de speeltuin. Precies, dat hebben we afgesproken. Snuffel, snuit. In de speeltuin kun je ook supergoed rukken. Records verbreken! Oh, oh, komt je rek? Ja, Bobo! Record! Maar we zouden toch even wat lekkers gaan... Tjerk, hoe snel kan jij van de glijbaan? Oh, supersnel! Record! Glijbaan glijden! Recordpoging, hè? Hoe vaak kan jij op de trampoline springen? Oh, echt? 100.000.000 keer! Record trampoline springen! Woe! 1.000.000! Vangen, Bobo! 3, 2, 1, go! Naar voren, naar achteren. Hoppa! Tada! Nu jij! Oké, Bobo. Nieuwe recordpoging. Ja. Hoe snel ja? kan jij ja? een
auto eten. Oh. Supersnel, sneller, snelst. Oké, 3, 2, 1, go. En? Bobo? Hoe lang kan jij doen over één koek? Oh, heel lang, Jerry. Hey Tjerk. Mm-hmm. Ik weet nog een record dat wij kunnen verbreken. Nog een record? Mm-hmm. Record. Stilzitten. Is toch wel het beste record van de dag, hè, Bobo? Einde! Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hallo. Met Lekker Ontdekken met Bobo en Jack. Ja, en vandaag hebben wij iets superleuks bedacht. Hè, Bobo? Ja, echt iets heel erg leuks. We gaan namelijk bingo spelen. Bingo, ja. Met van die ballen en cijfers en... Nee, Bobo. We gaan buiten bingo spelen. Oh ja, dat wist ik wel. Ja, laat jou even zien wat we hebben meegenomen. Nou, we hebben... een mooie bingo kaart. Tada! Onze mooie bingo kaart. Een slak, een tak, een mier, een spin, een rups, een kever, een boom en een vogel. Ik ben benieuwd of we ze allemaal kunnen vinden. Daar staan allemaal plaatjes op van dingen die we buiten willen gaan zoeken. Ja, en als je er wel eentje hebt gevonden, dan mag je een kruisje zetten. Met de stift. Ja, maar je kan natuurlijk ook gewoon zelf wat verzinnen. Ja hoor, dat kan ook. Ja, ja. Gaan jullie lekker mee naar buiten? Bingo! Zo, we zijn weer buiten met onze bingo kaart. En de stift. Ja, dus nu gaan we op zoek naar alles wat op de kaart staat. Waar wachten we nog op? Zoeken maar! Hey, ik zie al iets van de kaart. Kijk eens, zien jullie wat ik zie? Een boom. Oh, maar Bobo, die heb ik ook al lang. Oh, nou, hartstikke mooi. Ga ik hem ook aankruisen. Ja, Bobo. En waar een boom is, is natuurlijk ook... een tak. Gevonden. Oh ja, logisch. Het is niet zo'n grote, Tjerk, maar er zit er wel in hier, op de zijkant van die emmer. Zie jij hem ook? Ja. Die kruis ik dus ook af. Er zit hier een hele grote kikker. Stond die ook op de kaart? Nee, Bobo. Die stond helaas niet op de kaart. Oh, jammer. En kijk eens wat er nou opeens op mijn hand loopt. Een mier. Wat is hij nou? Oh, daar. Hie, dat kriebelt. Ga maar weer in het gras spelen, miertje. Oh, nog één. Ga er maar af. Ga er maar af, mier. Mier. Kruis ik ook af. Kijk, Bobo. Ik zie een echte slak.
Ja hoor, weer één voor op de bingokaart. Wat een grote zeg. Achter mij, in dit boomtopje, daar zit een vogel. Even kijken of we hem van dichtbij kunnen bekijken. Die is leuk zeg. Voor op de bingokaart. Even wel kijk eens wat hier loopt. Wauw. Hé, hey, dat zijn, hoe heet die ook alweer? Deze bedden. Ja, maar Bobo, het lijkt wel een beetje op een kever. Ik vind dat het wel telt voor een kever. Want dan hebben we bijna bingo. Oh, nog maar eentje te gaan. Welke? De rups. Oh ja, op zoek naar een rups. We hebben echt overal gezocht, maar we kunnen nergens een rups vinden. Nee, helemaal nergens is er een rups te bekennen. Zo krijgen we nooit bingo. Snuffel, snuit. Maar wacht eens, Tjerk. Weet je nog die vlinders die we net zagen? Een koolwitje. Ja, zeker. Die hele mooie. Nou, vlinders zijn eigenlijk rupsen. Die vlinders zijn geworden. Dus als er vlinders zijn, dan is het logisch dat we geen rupsen kunnen vinden. Natuurlijk! Die vlinder was gewoon eigenlijk de rups. Hé, maar Bobo, wacht eens even. Dat betekent dat we bingo hebben! Bingo! Oh, maar nog één kleine aanpassing. Goed geregeld, Tjerk. Gaan jullie nu ook allemaal leuke diertjes zoeken in de tuin? Veel succes met jullie eigen bingo-kaart. En tot de volgende keer! Doei! Hallo allemaal, Bobo en Tjerk hier. School is uit. We gaan vandaag zwemmen. Naar zwemles. Ja, we gaan leren hoe je moet zwemmen. Dat vind ik dus heel stom, want ik kan allang zwemmen. Ja, zwemmen is super makkelijk. Helemaal niet. Nee, je kan niet zomaar zwemmen. Nee, je hebt eerst zwemles nodig. Maar ik weet toch al hoe het moet. Gewoon zo. Kijk, ik doe het voor. Spreid, sluit, spreid, sluit, spreid, sluit. Maar wat ik ook kan, is op mijn rug. Of op mijn buik. En van de glijbaan. Zo kan het ook. Maar dat is eigenlijk voor als je nog niet zo heel goed kan zwemmen, zoals ik. Maar het is dus echt super makkelijk. Ik spring zo in het grote bad. Maar Bobo, dat grote bad is hartstikke diep. Ja, nu sta je met je voet op de grond. Maar in dat diepe bad kan dat straks niet hoor. Ik doe gewoon met mijn benen wat ik ook met mijn armen doe. Zo, super makkelijk. En als ik het kan, kan jij het ook, Tjerk. Kom, we gaan zwemmen. Leuk hè? Thank you.
Zo, ik ga in dat bad. Ik ga in dat bad. Ik ga niet in het kleine bad. Ik ga in dat bad. Nee, boven is het grote bad. Ja, daar kan je nog helemaal niet in. Nee, dan moet je eerst zwemles hebben gehad. Ja, dan ga je oefenen met een badmeester of een badjuffrouw. En dan oefen je nog meer. En dan oefen je nog wat. En dan krijg je een diploma. En een medaille. Denk ik. En dan... dan kan je in het grote bad. Maar ik niet. Ik hoef geen medaille. Ik ga er zo wel in. Oh, Bobo, dat is hartstikke gevaarlijk. Maar ik heb toch zwembandjes om. En jij hoeft niet mee. Nee, als je niet durft, dan hoeft het niet. Dan moet je het niet doen. Maar ik durf het wel. En weet je... Oh, Bobo, wat ga je doen? Dit is eigenlijk wel goed. Want nu kan jij mij mooi filmen, terwijl ik in het diepe spring. Ha! Oh, maar Bobo, waarom kunnen we niet gewoon naar het kleine bad? Ja, dat is toch ook zwemmen? Oh, waarom moet jij altijd zo stoer doen? Tjerk, dat is niet stoer doen. Ik ga gewoon van dat blok. Dat is niet stoer, dat is juist leuk. Oh. Maar ik kan ook wel stoere keuzes doen, als je dat wil. Let op. Oh, nee, niet doen! Nee, joh, dat doen we later wel. Bobo, we krijgen eerst zwemles. Ik heb toch geen zwemles nodig? Kijk, ik kan het al. Zo. Haha. Oh, maar het is gevaarlijk. Ik heb toch bandjes. Ik had het heus wel gekund hoor, Tjerk. En ook gedurfd. Maar ja, zo'n grote badmeester, daar wil je natuurlijk geen ruzie mee krijgen, hè? Ja, ik snap het ook wel. Regels zijn regels. En wat als ik in de diepe was gesprongen, hè? Dan willen alle kinderen dat natuurlijk ook. En die kunnen nog niet zo goed zwemmen. Tenminste, niet zoals ik, hè? Kijk, zo moet het. Strek en sluit. Spreid en sluit. Ja, zo moet het. Dat is zwemmen. Ja, dat is zet. Zet de haai. Zet de haai weet hoe het moet. Ja, doe het nog eens voor, zet. Spreid en sluit. Spreid en sluit. Ze leren zwemmen van een haai. Super cool. Einde. Verveel je niet, Pip. Vandaag gaan we stenen beschilderen. Stenen beschilderen? Niet op een papiertje. Nee, stenen. Wat heb je daarvoor nodig? Ten eerste, stenen. Toen ik met Frommel ben gaan wandelen, heb ik allemaal stenen gezocht. Grote, kleine, hele platte, hele dikke. Die stenen gaan we allemaal beschilderen. Om te beschilderen heb je nog meer nodig, namelijk verf, kwasten, een beetje keukenpapier en een potje met water.
Voordat je ze gaat beschilderen, moet je de stenen eerst even goed schoonmaken. Gewoon in de wasbak met een beetje water en een worsteltje al het zand eraf worstelen. Want dat willen we natuurlijk niet in de verf hebben. Ik begin met de grote steen. 4. Je kan de kleuren ook mengen, hè? Dan krijg je weer een andere kleur. Een beetje geel of roze. Roze vind ik het. En de eerste steen is klaar. Dan doe ik nu even een klein steentje. Zo. Mooi dit. En dan laat ik hem eventjes drogen, want dan ga ik er straks een ander kleurtje overheen doen. Lijkt wel een beetje op de kop van een slang. Ik ga er een kop van een slang van maken. Dat is cool. Zo, die laat ik ook even drogen. En dan ga ik eerst verder met de andere stenen. Je kan er ook een diertje van maken. Tada! Lieve eerstfeestje! Bij elkaar. En nu nog even kijken, want deze is wel aardig droog geworden. De slangenkop is aardig goed droog. Kijken of het ons lukt om daar een echte mooie slangenkop van te maken. Ook de slangenkop is klaar. Zo, ik heb al mijn stenen beschilderd. Ik hoop dat jullie ze mooi vinden. Gaan jullie nu zelf ook allemaal stenen zoeken en ze zo mooi beschilderen als die van mij? Misschien kun je ze dan wel als cadeautje weggeven aan je opa of je oma of de juf. Dat vinden ze vast hartstikke leuk. Heel veel plezier met het beschilderen van jullie stenen. Hopelijk vonden jullie dit ook weer een leuk filmpje. Dus geef ons een dikke like en word lid van het Bobo-kanaal. Tot de volgende keer. Snuffelsnuit!